De nummers 9 en 11 in de tweede divisie. Barendrecht 2 punten meer dan Lisse. Bij de ploeg wonnen vorige week hun laatste wedstrijd. Dit is de bal die zomaar binnenvliegt in de 20e minuut. Maurits geeft de bal aan Salem. Het is 1-0. Een raar doelpunt. Maar dit soort goals tellen ook. Doelman van de Werf volledig verrast. En zo leidt Barendrecht. Deze mag er ook zijn trouwens. Oh! Caldi. 10 minuten naar rust. Aanname is goed. En een verwoestende uithaal. En zo loopt Lisse achter de feiten aan. Lisse dat vorige week wist te winnen van Kozakkenbos. Wat is dit? Ja, dit is Hens buiten de 16. En daar staat maar één straf op. En scheidsrechter Bos geeft de doelman Brian van der Werf de rode kaart. Ja, wanorde in de verdediging bij Lisse. Er is geen communicatie onderling. En er is hij dus de dupe van geworden. Doelman van der Werf blunder dus in de achterhoede bij Lisse. Kost dus de doelman de rode kaart. En de wedstrijd is natuurlijk gelopen. Want Barendrecht gaat door. Goeie actie van Monster. Eekman. En daar is de 3-0. Oranje scoort hem. En zo is de wedstrijd natuurlijk definitief over en uit. De voorzet is goed van Eekman. En Marlon Oranje kopt hem beheerst binnen bij de tweede paal. Barendrecht verzuimt vanaf dat moment om verder afstand te nemen van Lisse. Lisse dat deze week het contract trouwens verlengde van trainer Robert de Ruiter. Hij blijft nog 2 jaar bij Lisse. En hij had heel veel kansen nodig. Rami Salem. Die had wel 3-4 kunnen maken vanmiddag. En dit was een van zijn grootste. Wordt wat gehinderd, maar deze had hij gewoon binnen moeten schuiven. Het wordt uiteindelijk dus 3-0 voor de ploeg van Adrie Poldervaart, die dus vast in de middenmoot komt te staan. Er is nog één kans. Deze, Eekman behoudt weer het overzicht. En voor wie is die kans? Juist, voor Salem. Barendrecht wint met 3-0, afgetekend van Lisse. En Poldervaart pakt dus 3 punten van zijn collega De Ruiter.